Dit gerecht is iets wat je kan helpen tijdens iedere crisis. Crisis qua geld, crisis qua kinderen die geen groente willen eten, crisis qua tijd. En als je moestuin overspoelt qua oogst, dan is dit wat je absoluut moet maken. Namelijk courgettesoep. Het is goedkoop, kost weinig tijd. Kinderen vinden het altijd lekker met stokbrood en kruidenboter. En in de moestuin heb je in het hoogseizoen nou eenmaal 40 courgettes per week. Dus, daarvoor hebben we nodig. Courgettes, tijm, knoflook, twee uien, roomboter, garnaaltjes, Hollandse, naar eigen inzicht hoeveel. Ik zou het namelijk helemaal vol willen gooien. Crème fraîche, groentebouillon en olijfolie. Dan beginnen we met de pan warm te maken. En daarin gaan we wat olijfolie met boter smelten. Terwijl we ondertussen twee uitjes gaan snijden. Eerst doen we de boter erbij. En daarop nog wat olijfolie. Uien zijn echt ontzettend ondergewaardeerd, als je het mij vraagt. Bijna iedere saus, soep begint ermee. En er zit stiekem heel veel suiker in. Dus als je het heel langzaam laat zweten, dan komt er steeds meer suiker vrij. Gekarameliseerde uien, uiensoep, daar vult het huis meteen mee. En dat is een soort van gevoel voor mij van thuiskomen. In ieder geval, deze gaan in de pan. En dan niet te vergeten een flinke hoeveelheid zout, zodat de uien niet aanbranden. Ik rasp mijn knoflook altijd met zo'n mooie microplane. Waarom? Weet ik niet. Ben ik ooit mee begonnen omdat ik eigenlijk die knoflookpersen haat. En ik vind het gewoon makkelijk. Dat is het. Zo simpel. Het kontje eraf. Bij ons niet hoor, dames. Alleen maar de knoflook. Een paar takjes tijm. Wassen we eerst eventjes. En courgettesoep is eigenlijk bijna net zoals pizza. Je kan het net zo invullen als je zelf zou willen. Zo doe ik er soms een beetje mosterdpoeder bij. En de andere keer wat curry. En vandaag doen we er dan Hollandse garnalen in. En crème fraîche. We gaan de courgette eventjes een beetje kleur geven door hem een beetje aan te bakken. Nou, dat ziet er goed uit. En je ziet dat het groen nog groener wordt en het wit wat geliger. En hij moet niet door en door al doorgebakken zijn, want ik ga hem straks ook nog koken. En dan pakken we de bouillon. Nou, dit gaat heel simpel bij de courgette. Dit is ongeveer een liter. Kijk eens aan. Hij is lekker zacht geworden. Hij is nog heel mooi van kleur. Ga ik eventjes iets dichter bij me staafmixer neerzetten. Want we gaan hem nu pureren. Nou, die is mooi glad. Dan gaan we het soepje opmaken. En daarvoor hebben we nodig onze crème fraîche en garnaaltjes. Soeplepel. Even kijken, daar is die. Dan gewoon een dotje. Zo, in het midden. En dat zinkt er lekker in en dat smelt dan. En daarbovenop dan. Wat peper erop. En nog een heel klein beetje zout. Mm.
eigenlijk niet zeggen, maar fucking lekker. Goedkoop, snel klaar. Eigenlijk je beste vriend in de keuken om op terug te vallen. Courgette.